Jacob Dogger, we staan hier bij een prachtig mooi oud huisje. Wat wilt u dat daarmee gebeurt? Wij willen dit huisje graag weg hebben, omdat we hier nieuwbouw willen plegen. Met 4 of 5 appartementen, waar wat oudere mensen in kunnen wonen. Dat ze gezelligheid aan elkaar hebben. Maar dit huisje is onder monumentenzorg en dat mag zomaar niet weg. We hebben overleg gehad met de gemeente Almelo en de gemeente Twenterand. En die zijn het erover eens dat dit huisje wel weg mag, op voorwaarde dat het wordt herbouwd in het Veemuseum. Ja, dat vinden we een heel mooi plan. Alles is rond, maar de financiën, dat is nog een moeilijk programma. Dus we moeten nou fondsen werven om dat huisje te kunnen verplaatsen. We hebben een offerte binnen en dan zit je toch zo aan €200.000 om dat huisje van hier naar daar te verplaatsen. En dan hopen we dat we er wat leerling timmerlui krijgen die de kozijnen wat op kunnen knappen. Dat ze dat als een leerlingenproject kunnen gebruiken om zo ook wat geld te kunnen sparen. En dat die jongens er weer wat van kunnen leren. We hebben met het Veemuseum overleg gehad. En het Veemuseum die heeft in Melbourne staan met collecten. Dus het geld wat daar binnenkomt hebben ze heel hard zelf nodig. En het Veemuseum heeft heel veel vrijwilligers. Daar zijn ze ook heel blij mee. Maar die kunnen niet dit huisje er eventjes bij hebben van oh, daar knappen wij wel even op. Er zijn ook allemaal 60-plussers, gepensioneerde mensen die daar als vrijwilliger werken. Ook vakmensen, niks mis mee, maar die hebben geen tijd om ook dit project er nog eens bij op te pakken. Dus ja, maar het is iets te groot project, hè. Het moet echt een beetje gespecialiseerde mensen zijn. En dat kost geld. Ja. Ik denk als het daar staat en op termijn komt er onderhoud aan, dat Veemuseum dat onderhoud wel overneemt. Dan als het overgedragen is officieel, dan wordt het de zorg voor het Veemuseum. En dat vinden ze ook niet erg. Maar het zou een geweldige aanwinst zijn voor het Veemuseum. Vinden wij wel. Zo'n huisje van uit deze periode, een arbeiderswoning, uit de gemeente Frieseveen. Hè? Want toen was uiteraard gemeente Frieseveen. En dat is dat, ja, ik vind het een mooi huisje. Ook zo dat het gebouwd is met die stenen, de kleuren, klein. Het verhaal wat erachter zit, dat je met zo'n groot gezin in zo'n klein huisje kunt wonen. Ja, dat lijkt me prachtig om daar neer te zetten en dat verhaal ook door te vertellen aan de volgende generaties. Met hoeveel mensen woonde u hier? Ik had dus 6 broers en 3 zusters. Met mij hetzelfde bij 4 meisjes dus. En die hebben hier allemaal gewoond. Zelfs nog een kostganger zo nu en dan? Ja, we hadden ook nog een kostganger. Een kennis vanuit Deventer. Die is hier een poos in kost geweest. Die sliep dan bij de jongens op de zolder. En dan hebben we ook nog een nichtje een poosje in huis gehad. En die sliep dan bij ons hierboven op die slaapkamer. En er stonden dan 2 tweepersoonsbedden en 1 persoonsbed. Nou, u hebt zelf gezien hoe groot als die kamer is of hoe klein. Je kon er nauwelijks nog bij in. Ja. Maar het was altijd gezellig.